Er zijn eigenlijk twee soorten incassoprocessen. Je ziet de traditionele manier van incasso, die ervan uitgaat dat als mensen niet betalen, dat ze niet willen betalen en waarbij alles gericht is op drang en dwang. Beslag leggen op het inkomen, vooral veel dreigen, een hele harde manier van opereren. En de andere manier, en dat is eigenlijk meer de nieuwe manier, dat is de activerende incasso-procedure. En dat is een incassoprocedure waarbij er vooral gekeken wordt naar wie wil nou niet betalen, maar ook wie kan niet betalen. En wat kan ik doen om mensen te motiveren om alsnog te betalen als ze daar een beetje twijfelachtig in zijn. Kijk, dat van oudsher we een harde incassomethode hebben is op zich niet zo raar. Maar de afgelopen jaren is er veel veranderd. Er zijn veel huishoudens in problemen gekomen, onder andere onder invloed van de economische crisis. Er zijn ook veel huishoudens in problemen gekomen omdat onze normen zijn veranderd. We gaan tegenwoordig heel anders om met geld. En een activerende incassomethode brengt je gewoon verder. De opbrengsten zijn hoger en voor je professional is het leuker om zijn werk te doen, wat zich ook vertaalt in ziekteverzuim. Dus een activerende manier van incasso is absoluut te prefereren, zowel voor je eigen organisatie, maar zeker voor je rendement. Nou, als je kijkt naar de literatuur, wat we weten over de kenmerken van effectieve professionals, ook in het kredietbeheer, dan vraagt dat eigenlijk twee dingen. Namelijk dat je hard bent op de inhoud, dat je vanaf dag 1 de spelregels uitlegt en ook uitlegt wanneer je drang en dwang toepast en onder welke situatie. Maar tegelijkertijd vraagt het ook dat we zacht zijn op de persoon. Dus dat we erkenning geven aan die ander dat hij in een lastige positie zit. Dat betekent niet dat je meehuilt, maar dat betekent wel dat die ander zich gezien voelt en dat hij het idee heeft dat hij niet een dossiernummer is. En literatuur laat zien, als je die twee dingen combineert, dan ben je effectief. En de praktijk laat zien dat professionals vaak juist het een of het ander zijn. Of ze huilen te veel met de klant mee, of ze zijn veel te hard. En eigenlijk is de vraag op de werkvloer, zorg dat je wat meer gaat doen zoals die collega waar je niet op lijkt. En als jullie allemaal in het midden uitkomen, dan word je met z'n allen effectiever. Kijk, advies 1 is, zodra je problemen aanziet komen, neem zelf contact op met je schuldeiser. Dat is wat er toch vaak misgaat. Of mensen denken, ik red het nog wel. Of ze durven geen contact op te nemen, want ze denken, zodra ik bel, krijg ik op mijn sodemieter. En wat denkt u wel, wij hebben toch een contract, u moet gewoon betalen. Dus direct contact opnemen is 1. 2 gaat over, betrek je omgeving erbij. Vertel je omgeving in wat voor situatie je zit. Want je ziet dat ook schaamte vaak heel sterk het gedrag van mensen reguleert. Terwijl als de omgeving het eenmaal weet, ze zeggen, had dat dan eerder gezegd, dan hadden we je misschien zelfs wel kunnen helpen. En de derde is, realiseer je dat de weg lang is. Dus als je betalingsafspraken maakt, ja, ga tot het uiterste. Maar maak geen betalingsafspraken die echt onmogelijk zijn. Want jij belooft het aan die ander rekent erop. Als jij het niet volhoudt, moet jij je verantwoorden. Dus zorg dat wat je afspreekt ook echt haalbaar is. Op het event kunnen mensen kennis halen over hoe maak ik die werkvloer nou effectiever. We zitten in een transitie waarin we steeds meer gaan naar een werkproces waarin je onderscheid maakt tussen niet-willers en niet-kunners. Bij veel organisaties is dat op het terrein van visie en management zijn we het er helemaal over eens dat dat is wat we moeten doen. Maar op de werkvloer weten we vaak nog niet goed wat we dan van die individuele kredietbeheerder of collector vragen, hoe we hem daarin opleiden en ook hoe we hem daarop beoordelen. Nou, en die kennis, daar gaan we het over hebben.